Het adoptieplan willen we graag weer in leven roepen, omdat we in het verleden daar best wel veel geld mee hebben kunnen ophalen, waardoor we bepaalde doelen hebben kunnen bereiken om onze dieren en de boerderij wat extra onderhoud te kunnen geven en wat extra verzorgingsproducten te kunnen aanschaffen voor dieren of een dierenhok of een halster. We hebben onze inkomsten vanuit subsidie vanuit de gemeente Almelo. De stadsboerderij is ook een dagbestedingslocatie. Ja. Nou, daar werken onze werknemers samen, zijn wij een team en beheren hier de boerderij. De financiering vanuit dagbesteding is ook weer een ander potje, laat maar zeggen. Maar daarom willen we het adoptieplan zo graag opzetten, dat we iets geld kunnen ontvangen om extra dingetjes te kunnen gaan doen voor de boerderij. En hoe werkt zo'n adoptie dan? Ja, hoe werkt zo'n adoptie? Het is dus iemand die voor ons zou willen adopteren een dier, die kiest een dier uit. Bij elk dier staat een bepaald bedrag wat je per jaar kunt betalen. En daarin steun je ons als boerderij. En er staat als voorbeeld een pony voor €250, maar ook een cavia voor €20. En het is een fictieve adoptie. Het is niet zo dat het dier bij de mensen komt. Het is niet zo dat ze ervoor hoeven te zorgen. Het kan ook zijn dat een dier soms, als je denkt ik ga een geit adopteren, maar dat er een bepaalde geit door omstandigheden of overlijdt of verkocht wordt. Het is niet dat daar een vastigheid aan zit, wat in het verleden bij andere kinderboerderijen als een discussie heeft gegeven. Nee, het is een fictieve adoptie. Je gaat daardoor geld storten wat wij als stadsboerderij kunnen gebruiken voor extraatjes. En mensen kunnen het ophalen en we terugbrengen naar het boerderijwinkeltje en dan wordt alles geregeld. En volgens mij, hè, als ik met Albert en met Tom praat, wij zijn met z'n allen heel erg blij als mensen dat zouden willen doen. Ja,